Hallo allemaal, en helemaal geweldig dat je kijkt naar Loco versus World, jongens. We gaan er even bij zitten. Ik ben weer heel even terug op het nest. Met wat boodschappen. Dit is wel een belangrijk dingetje, is wat mijn... Ja, iemand heeft mij ooit een shout-out gegeven op YouTube, waardoor ik een heleboel subscribers kreeg, jongens. En daar zijn jullie allemaal uit voortgekomen. En echter, deze persoon... We spelen trouwens DayZ, zoals je ziet. DayZ patch update 45. Maar deze persoon die heeft nu een beetje last van dislike bot. En dat is vooral niet leuk, aangezien je ook aangezien de video waar hij dat op krijgt. Want we hebben het natuurlijk over Dennis Ways. Dennis Ways is mijn grote voorbeeld, altijd al geweest. En ja, die gozer die kan gewoon een verhaal vertellen. En iedereen die zit bij hem aan de buis gekluisterd, zeg maar. Echter, nu heeft hij eindelijk verteld wat hij nou eigenlijk heeft. Want daar heb ik een facecam video gedaan. En ja, mensen die vonden hem wat klein. Toen heb je allemaal uitgelegd van hoe dat nou precies zit. Want hij is eigenlijk wat ouder. Nou ja, het hele verhaal. Ik link je wel naar de video hieronder. Maar precies op die video kreeg hij een heleboel dislikes. En nu wordt er verdacht dat het een dislike bot is. En dat is ook gelijk het onderwerp waar ik het over wil hebben, jongens. Terwijl we hier even naar binnen gaan. Dislikes. Eén dislike, daar legt niemand wakker van. Maar als je eens 60 dislikes op één video krijgt, hey, was dat boek. Ja, dan is het niet leuk. En dan is duidelijk dat het... ja, dat het gepland is. Oeh. Oké. Ja, dat is niet leuk, jongens. Want... Je doet nou eindelijk eens een keer... Open je hart. Weet je wel, voor mensen die dat willen. Je voelt je er al een beetje onzeker over. En... Dan krijg je dat. Hey, goeie banaan. Bananarama. Oké. Ja, en dat is dus exact wat er hier is gebeurd. Dit is echt het laagste van het laagste. Gewoon mensen onzeker maken en zo. Dat moet je vooral niet doen. Zeker begrijp ik al niet waarom je je eigen zo zou verlagen op YouTube. Om mensen te gaan haten en zo. Maar dat is een heel ander verhaal. Hey, handschoenen. Knuppeltje. Die heb ik al. Misschien kan ik er twee hebben. Ja, jongens, ik begrijp het niet. Vertel mij eens wat er nou zo leuk aan is om mensen te gaan haten. Al helemaal Dennis. Want als je het bij Dennis doet, dan kom je sowieso al aan een heleboel YouTubers in Nederland. Want hij is gewoon een hele grote en een hele goede gozer. Hij doet niemand wat kwaad. En... Eet u. Alright. Ja, jullie vragen me af. Waarom kom je hier speciaal voor terug? Nou ja. Ik had gewoon weer eens een keer zin in om een videootje te maken. Een kort videootje. Dat wel. Ik hoop dat jullie niet zo zijn, jongens. Ik hoop dat jullie allemaal... Daarom doe ik deze video ook even. Ik roep jullie allemaal even op om naar Dennis Ways te gaan. Allemaal even een dikke like op zijn laatste video te geven. Met de titel. Wat heb ik nou? Gewoon om te zorgen dat hij gewoon weer een beetje positief op YouTube komt staan. Weet je wat het is? Kijk, als iedereen ineens negatieve ratings gaat geven, dan daalt jouw populariteit op YouTube. Daalt ook. Daar zou het niet met één video zijn, maar als deze trend zich doorzet, over het algemeen worden jouw video's dan meer naar de achtergrond teruggeduwd. Ja, dat moet je gewoon niet hebben. En dat helemaal niet door één silopiet. Mocht dit nou meer gaan gebeuren bij Dennis, dan zou ik zeker zorgen dat er wat actie ondernomen wordt. Kijk, want het kan ook de andere kant op gaan. Hè? Kijk, Jaraski had dat. Als ik het goed heb, moet ik wel zeggen... moet ik wel even bedenken. Ja, volgens mij zeg ik het goed. Hij had een... een likebot of viewbot die op zijn kanaal bezig was.
En die hebben ze uiteindelijk weten te killen, geloof ik. Ineens was het over. Het nadeel daarvan is weer dat Google denkt dat jij aan het cheaten bent. Dus als je wilt, kun je zo een YouTuber gewoon helemaal van YouTube afkrijgen. Door gewoon of een heleboel likes te geven, of een heleboel dislikes. Of een heleboel views in één keer, waar dat helemaal niet voor een hele video. Oké, kom jij even hier. Kom dan. Zombie. Oké, we gaan weer verder. Poppetje gezien, kastje dicht. Dus ja, jongens. Ja, ik ben een beetje uit vorm. En het is ook een spelletje wat ik, waar jullie me niet van kennen. Ik vind het op zich wel leuk, want jullie weten ook dat ik The Walking Dead heb gedaan. Nou ja, dit is dus iets wat ik wel gewoon op livestreams doe. DayZ, waarschijnlijk ook vanavond nog even. Of morgenavond, moeten we even zien. Als je mee wil kijken, ik nodig je ten harte uit. En ik hoop dat jullie me vergeven dat ik een beetje hout terug ben. Voor Dennis zeg ik, jongen, het komt allemaal wel weer goed. En zo niet, dan kun je op mijn rekeningen. Ik blijf gewoon kijken. En jongens, ik roep jullie allemaal op. Destijds zoals Dennis voor mij deed. Om gewoon allemaal even zijn video's te gaan kijken. Allemaal even een dikke like geven. Geef hem wat support. Geef hem een knuffel van mij. En jongens, ik zie jullie later. En ik hoop trouwens dat jullie heel veel plezier gaan hebben bij de video's van Rens, Broekzak, RL en SchoenveterNL. En tot de tijd dat ik ooit weer eens een keer op YouTube ben, zeg ik bedankt voor het kijken. Ik zie je de volgende keer. Bye bye, loco out. See you later. Tschüss, bye bye. Guten Tag. See ya. Auf Wiedersehen.